Het ministerie van Defensie heeft gisteren de helpdesk voor personeelszaken van het Nationaal Leger in gebruik genomen. De behoefte aan zuivere informatie over de rechtspositie voor het militair personeel blijkt groot te zijn. Vooral wanneer het gaat om bevorderingen, gratificaties, overplaatsingen en alle andere personeelsadministratieve handelingen. De dienstbaarheid naar het personeel toe moet hiermee verder worden verbeterd. Er is een begin gemaakt met de herinrichting van de waterkant, het gebied tussen de Heiligeweg en de Jodenbreestraat. De werkzaamheden bestaan uit onder andere het plaatsen van een geheel nieuwe ontwateringsnetwerk. De opdrachtgever en financierder van deze grootse ontwikkeling is het Royal Breeze Hotel NV. Deze werkzaamheden vallen onder een van de grootste publiek-private partnerschappen tussen het ministerie van Openbare Werken en ondernemingen. De controle in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini wordt de komende dagen opgevoerd. Het Nationaal Leger is gisteren in samenwerking met het KPS gestart met de tweede editie van de operatie Marbonsu. Deze operatie, die een jaarlijks terugkerend karakter heeft, dient een sterk signaal te zijn voor criminelen en illegalen dat de Surinaamse overheid te alle tijden gezag uitoefent op haar territorium.